Wie kent hem niet? Ibuprofen, de tablet met een roze coating. Jaarlijks worden er in Nederland zo'n 169 miljoen van gebruikt. Om al deze tabletten te maken is zo'n 84.000 kilo aan grondstoffen nodig. Wist je dat een tablet ibuprofen uit wel 15 verschillende stoffen bestaat? Al die stoffen moeten natuurlijk voorafgaand aan de productie goed getest worden. En in de juiste verhoudingen in een tablet belanden. Deze controles zijn een voorbeeld van het werkterrein van de chemisch analist. Een chemisch analist kan onderzoek doen aan tal van producten en tussenproducten. Denk aan chemische analyses van bijvoorbeeld watermonsters, verven en voedingsmiddelen. Er wordt onderzocht welke stoffen er allemaal in zitten en in welke hoeveelheden. Daarnaast kan een chemisch analist ook onderzoek doen naar nieuwe chemische verbindingen. Veel chemische analisten zijn werkzaam in de farmaceutische industrie. Bijvoorbeeld bij Amprotex Nederland op het Leiden Bioscience Park. De chemische analist speelt hier een belangrijke rol bij de kwaliteitscontrole in de productiefase van medicijnen. Zonder de chemische analist geen veilige medicijnen. Ik heb eerst het MLO gevolgd in Beverwijk en vanuit daar ben ik naar de HALO gegaan in Leiden. Ik ben nu 4 jaar werkzaam als chemisch analist. Ik ben verantwoordelijk voor de grondstoffen en de eindproducten die wij maken van de eigen productie van Apotex in Nederland. Bij Apotex maken we allemaal verschillende producten, zoals ibuprofen en paracetamol. En ook een aantal op recept verkrijgbare medicijnen, zoals tegen hart- en vaatziekten. Ik controleer of alle grondstoffen voldoen aan de eis. Dat zijn allemaal vastgelegde specificaties. En als de grondstoffen voldoen, dan kunnen die worden vrijgegeven. En dan kunnen ze pas worden gebruikt in de productie voor de tabletten. Daarnaast keur ik dan ook nog het eindproduct. We zijn eigenlijk de laatste check om te kijken of het product helemaal goed is. Als iets buiten de specificaties valt, dan wordt de grondstof bijvoorbeeld afgekeurd. En dan wordt die helemaal niet gebruikt, wordt die vernietigd. Alles wat wij doen is vastgelegd in de vaste protocollen. Die richtlijnen volgen wij allemaal. En zo kunnen we ook dus de kwaliteit waarborgen. Ik heb hele vrije invulling en ik kan zelf bekijken welke testen ik per dag deel uitvoer. Ik vind het vooral leuk omdat ik veel met mijn handen kan doen. Als doorgroeimogelijkheid heb je dat je andere functies waarbij je een labachtergrond nodig hebt, daar zou je in door kunnen groeien. Zoals een validatiespecialist of bijvoorbeeld een teamleider. Ik ben nog niet klaar met doorgroeien.